Crazy. Doen we nog een keertje. Vanavond gaan we naar Made in Amsterdam 1. Het zijn 4 verschillende balletten die allemaal speciaal voor Amsterdam zijn gemaakt. En deze voorstelling gaan we bezoeken met Frank van der Lende. En Frank van der Lende is volgens mij heel gezellig, maar ook verder bekend van... Frank van der Lende is een van de... beste bekendste radio-dj van Nederland. Hij werkt nu bij 3FM. En zal dit jaar in een glazen huis. Oh ja, die... Oh, oké. Okay. Hij is bekend voor zijn uitspraak ooitjes. Goed. En hij is de beste. Hoitjes. 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 Ben jij een beetje een cultuursnuiver op muziek na? Nee, zeker eigenlijk wel. Nationaal Opera en Ballet is eigenlijk ook sinds, ik denk 2 jaar wel iets wat ik heel interessant vind. En dat van tevoren dacht ik echt, lijkt me verschrikkelijk. Toen was ik hier voor de eerste keer, toen dacht ik, dit is heel leuk. En ik ben altijd gefascineerd door de concert of door de orkestbak. En daaromheen vind ik ook het gebouw bijzonder. Ik ben er 100.000 keer langs gefietst. Nou ja, voor de 4e keer binnen nu. Nou ja, ook gewoon zaal oneven en zaal even. Het zijn allemaal die kleine dingen. Een beetje de romanticus komt er mij naar boven dan. Ga je ook even je ogen dicht doen om de muziek goed tot je door te laten dringen? Ja, maar niet te lang. Want... koffie. Ja, lekker. Proost. Proost. Maar ook weer niet te lang, want daarom... Oh, bestel ik ook koffie. Het was een dol avondje gisteravond. Zal ik jou eens even een leuk feitje vertellen? Iedere danseres heeft haar eigen soort spitsen. Een fabriek kan een spits op wel 800 punten voor je personaliseren. En daarna past een danseres haar spits vaak ook nog aan. Oké. Soms verslijten solisten wel meerdere paren per voorstelling. Maar hebben we nu een item gezien over spitsen? Nu hebben we een item gezien over spitsen. Oké. In het heel kort zagen we 4 moderne balletten. Body roll. Crazy. Het ballet met de rode broeken kwam als 2e. Ik leg jou even hier neer, ja? Toen kwam een romantische pas de deux. Baby, ben je een deegroller, want je rolt zo lekker soepel. En als laatste een Hans van Manen. Alleen nog even dit pasje laten zien. Bijna klaar? Het einde. Wat heb je gezien vanavond? 4 voorstellingen met wel een soort van gemene delen. Het was veel moderne dans. Daar was ik heel blij om, hoopte ik ook. Ik vond nummertje 1, ik heb echt geen idee, misschien kan je een titelbalkje hieronder gooien wat het was. Het was wat rauwer. Ik hou er gewoon van als het wat rauwer is. Maar wat ik gewoon heel erg mooi vind is dat ik naar iets kijk, vooral met heel veel bewondering. Ik denk van hoe die lichamen, jongen, je ziet ze dan door het licht, al die spieren en hoe ze worden opgetild. Hoe symmetrisch het ze doen, hoe ze het allemaal kunnen onthouden. Hoe? Oeh. Ik zag ook, als je het over sporters hebt, dan denk je van, dit kan ik sowieso niet. Maar weet je wel, die beweging die je soms zo doet, zo'n Charlie Chaplin move? Ja, je... en dan deed hij er nog eentje. Ja. Dus hij deed hem en dan trekte hij daarna zijn benen. Oh, fucking been nog daarbij. Ja. Ja, dat soort dingen. En als muziekman, wat was dan het muziekstuk wat je het meest aansprak? Volgens mij was het nummer 2. Daar werd er veel in gedrumd. Waardoor je een beetje het opgejaagde gevoel kreeg. Wat ze ook wilden nabootsen, de maatschappij die maar doordendert. En dat lukte ze wel heel goed. Als je deze avond in een wereldster moet gieten, wie is het dan? In 1 wereldster? Ja. Ja. Ja, maar het liep best wel uiteen. Ja. Dus ik moet iemand met vele gezichten hebben. Aha. Dus John Mayer is het geworden vanavond. En maar wat voor gevoel ga je naar huis dan? Ik ga met een goed gevoel naar huis. Ik vond het echt superleuk. Het heeft mij wel ook weer getriggerd om vaker te gaan. Want het was weer even een halfjaartje geleden, denk ik. En ik denk van, ballet, daar beleef je veel pret. Oh ja. Ik weet nog een hele leuke vraag. Oké, stel dat je nu een radio-item aan het presenteren was. En ja. Je moest binnen 15 seconden vertellen hoe je het vond. Want hoe zou je het dan doen, Ko? Hoe ik deze avond vond? Ik vond het een hele leuke avond. Mooi gebouw, mooie voorstelling, ballet, mooie kunst. Ook een sport wat meer aandacht verdient voor iedereen. Zoiets. Maar hoe vond jij het eigenlijk? Ik vond het super vet. Wat ik volgende keer ga doen, bedoel je? Volgende keer ga ik met Faber Yeo, aka Pepijn Lanen. Nee, ik zeg wel Pepijn Lanen. Andersom eigenlijk, hè? Want hij heet Pepijn Lanen. Doen we nog een keertje. Wat ga je de volgende keer doen? Volgende keer ga ik met Pepijn Lanen naar WhatsApp. Dat is een opera. Veel plezier volgende week. Hartstikke bedankt. Daag.